Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 6 april 2016. Dus het bulletin van woensdag. Vandaag zowel Mosse als Data en SSTV. De Data is in 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. SSTV en BW 12. Ik zal hem maar eens een keertje groots aankondigen. Vanavond, woensdagavond, vindt vanaf 9 uur weer de SSB-ronde van PI 4A en H plaats. In de wijde regio rond Arnhem op 144.345 QRM in Upper Sidebund. Vanavond dus vanaf 9 uur op of nabij 144.345. Stook die oude TS-700's of FT-221's op. Of je Semco-set of gebruik gewoon een modern apparaat dat over SSB beschikt, zou ik zeggen. Mensen die de bovenregionale repeaters via Echolink benaderen, spelen volgens een artikel op hobbyscope.nl vanaf vandaag niet langer voor spek en bonen mee. Echolink gebruikers. Ja, die bedoel ik. Vanaf vandaag hebben die dezelfde prioriteit als amateurs die via een van de ontvangers binnenkomen. Dat wil zeggen, als een Echolink gebruiker aan het woord is, kan een Ether-gebruiker de repeater niet meer overnemen. Het omgekeerde geldt ook. Als de squelch van een van de ontvangers open is, kan een Echolink gebruiker dus ook niet zenden. Standpunt van de relaisgroep is wel nog steeds dat de repeater primair bedoeld is voor radioverkeer. Echolink, zoals hobbyscope.nl dat stelt, is een secundaire oplossing die een toegevoegde waarde voor de repeater en zijn gebruikers biedt. Het betreft hier overigens een experimentele aanpassing op de SVX-Link software door mensen van de relaisgroep zelf. Experimenteel wil ook zeggen dat het soms nog niet helemaal goed werkt. Het zou daarom nog kunnen dat de mogelijkheid binnenkort weer uit de repeater wordt gehaald. Het artikel hierover is dus te lezen op hobbyscope.nl. Op zondag 17 april staat het Rotterdamse Radiomuseum in het teken van 100 jaar omroep onder de titel Amusement via de Ether. Oude radioscènes te zien, ook uit de tijd dat er nog vaak zelf gebouwd werd. En ook een van de eerste experimentele tv's van Philips. Verder is er een lezing over de toekomst van FM en van de digitale ontvangst. Meer informatie over dit evenement, dat mooi aansluit bij de serie over de historie van onze hobby, is te vinden op www.veron.nl en op de site van het Radiomuseum. Op amateurradio.com wordt nog een leuk Windows-programma beschreven dat verschillende RSS-feeds leest en dat nieuws dan omzet in Morse-seinschrift. Dus hij struint zelf internet af voor nieuws en maakt daar dan Morse-tekst van. Het programma heet Morse Nieuws en het is natuurlijk een geweldig leuke manier om je Morse-vaardigheid te vergroten. Het artikel over dit programma is dus te vinden op www.amateurradio.com. De langverwachte Belgische D-Star-satelliet Out4-1 staat op het punt om gelanceerd te worden. De CubeSat is gebouwd door studenten en is inmiddels in Frans-Guyana voor de laatste tests en voor de lancering. Out4-1, die tegelijkertijd met een CubeSat van de Italiaanse Polytechnische Universiteit van Turijn en AAU-SAT-4 van de Universiteit Aalborg in Denemarken wordt gelanceerd, heeft een downlink op 145.950 met zowel FSK AX25 als D-Star en een uplink van 435.0045. Verder heeft Out4-1 een baken op 145.980 MHz. De Italiaanse satelliet E-Star 2, en star schrijf je met een apenstaartje als A, heeft een baken met CW en 1,2 AFSK in de amateurband op 437.485 MHz. En de Deense AAU-SAT-4 heeft een baken op 437.425 MHz. Deel 17 van de historie van onze hobby. Zoals al genoemd speelden de amateurs in de jaren 50 een grote rol bij het experimenteren met en de invoer bij zowel amateurs als professioneel van SSB. Dat ging echter vooral om de HF-banden. Voor SSB gebruikte iedereen AM. AM speelde op 10 meter nog lange tijd een rol door omgebouwde 27 MC-bakjes, maar ook doordat veel beginnende amateurs in de Sovjet-Unie en in het Oostblok in die modus werken op 10 meter. Werkten. Verder bleef AM met name op 50 MHz in de VS en op 70 MHz ook na de 70er jaren nog door een aantal op 70 MHz in de UK, moet ik zeggen, ook na de 70er jaren nog door een aantal amateurs in gebruik. Op 2 meter werd aan het begin van de jaren 70 steeds vaker FM gebruikt. De apparatuur die voor die tijd gebruikt werd, waren vaak kristalgestuurde buizenzenders die met AM werkten en een ontvanger met een VFO dat gebruikt werd. De kristallen waren dikwijls FT-243 kristallen, vaak op 8 MHz, die waren in de dump goed te krijgen. En je kon ze gemakkelijk openschroeven en met FIM en met tandpasta op een glazen plaatje naar de gewenste frequentie slijpen. Erg nauwkeurig was het niet en bovendien was het
om praktisch om heel veel kristallen te hebben. Zodat veel amateurs in die AM-tijd op een eigen frequentie werkten en bij een CQ dan aankondigden met de mededeling. En draait nu van 144 naar 146 voor mogelijke aanroepen. Ik heb zelf nog wel eens een Engels amateur gehoord die op die manier een aanroep deed. Zoals gezegd, in de jaren 70 werd ook op VHF voor lokale gesprekken meer en meer FM gebruikt en voor de X, CW en SSB. De apparatuur waren omgebouwde mobiele phones, maar ook steeds meer fabrieksapparaten die in die tijd beschikbaar kwamen. Aanvankelijk stuitte de komst van SSB en FM bij de amateurs nog op kritiek, zeker bij een deel van de amateurs. Op zowel SSB als FM rustte in eerste instantie nog een patent en AM werd beschouwd als zijnde een modulatiesoort die door amateurs bedacht was. Wat overigens ook niet door iedereen zo gezien wordt. Wel is het zo dat op AM in elk geval geen patent rustte. De discussie lijkt een beetje op de kritiek die er op het DISTA-systeem vanaf 2008 in Nederland, maar ook in andere landen was. De grote toestroom van amateurs in de jaren 70 waren vooral amateurs die alleen nog op VHF en hoger konden werken. Om die reden zag je dat er veel geïnvesteerd werd in goede antennes, vaak richtantennes voor die banden. Veel meer dan nu het geval is in elk geval. In Nederland waren de 6D-kanalen vaak erg overbevolkt, zeker als er een contest gehouden werd, want ook dat gebeurde. Aan het eind van de jaren 70 en het jaar 1979 vond de WARC plaats, de World Administrative Radio Conference. Tegenwoordig heette die conferenties WRC. In de publiciteit vooraf werd nogal gevreesd dat amateurs op HF-stukken spectrum zouden kwijtraken. Het tegenovergestelde was het geval. Er kwamen drie banden bij. 10 MHz, oftewel 30 meter, 18 MHz, oftewel 17 meter en 24 MHz, oftewel 12 meter. Rond die periode was er nog een band die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Dat was de 160 meter band. In Nederland was die band in eerste instantie alleen beschikbaar op aanvraag. Je moest daar een speciale vergunning voor aanvragen. En er uiteraard ook alleen voor de amateurcategorieën die al op de korte golf mochten werken. In eerste instantie betrof het een piepklein bandje van 10 kHz tussen 1825 en 1835 kHz. Met een laag vermogen, als ik me goed herinner, kwam het neer op een watt of 10 cent vermogen aan de coaxplug. Ik heb zelf direct zo'n vergunning aangevraagd en ook al snel diverse CW. QSO's gemaakt. Er waren nog meer dingen die veranderden. Halverwege de jaren 70 was het bijvoorbeeld nog niet toegestaan om maritiem mobiel te werken. Maritiem mobiel, dat wil zeggen op een in Nederland geregistreerd schip dat zich buiten de territoriale wateren bevindt. Ook een aantal andere zaken lagen in Nederland in die tijd nog anders. De amateurcall was destijds verbonden aan het amateurstation op het thuisadres, niet aan de persoon van de zendamateur. Als je nog geen 18 was, mocht je namelijk geen amateurstation bezitten. Maar je kon wel een zogenaamde bedieningsbevoegdheid krijgen die iedereen verder standaard kreeg. En ieder amateur met zo'n bedieningsbevoegdheid die mocht gebruik maken van het amateurstation van een bestaande amateur. Daarbij werd de call van de amateur van wie het station was gebruikt. Mobiel werken was in die tijd ook nog niet vanzelfsprekend. Je moest apart een mobielvergunning aanvragen voordat dat mocht. En hetzelfde gold voor strook alfa of strook papa werken. Ook dat mocht alleen als je er een papiertje voor had aangevraagd. Ook luisteramateurs moesten soms een vergunning aanvragen en betalen, namelijk als ze een telexmachine wilden gebruiken. De vergunningen voor mobiel, strook alfa en strook portabel waren voor de betreffende amateur gratis, maar de telexvergunning kostte voor zowel zend- als luisteramateurs destijds 15 gulden. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij waren die aanvullende vergunningen telkens ook maar 1 jaar geldig. Daarna moest je ze weer verlengen. In elk geval was dat bij de telexvergunning zo. Aan de telexvergunningen kwam een abrupt einde toen computerprinters algemeen goed werden. De reden van de vergunning was dat men wilde weten wie allemaal in staat was om RTTY te decoderen. Met computerprinters kon je niet alleen nog meer dan met een telexmachine, zodat die vergunningplicht alleen om die reden al aan zijn doel voorbij schoot. Heel letterlijk vielen computerprinters echter ook onder de vergunningplicht. Die werden echter in zo'n groot tempo over de toonbank geslingerd dat het naleven van die regel dweilen met de kraan open geweest zou zijn. Ergens rond 1981 kwam er dus een geruisloos einde aan de telexvergunning. PNL-ETE.nl staat trouwens nog een demo-video van de FT257-porter waarmee ik hier geregeld te horen ben. Voor de Echolink-gebruikers.